waar wij voorraad hebben. Wij gaan door. Ik ga nog een bidon aangeven. Nou, dat heb ik dus niet gedaan. Wat net? En die wordt hier. Alsjeblieft. Ik ben inmiddels aangekomen in Zwolle bij Horeca. En hiervoor heb ik een hele interessante dag en ik ga jullie meenemen vandaag. Nou, leuk dat jullie kijken bij een nieuwe vlog. Ik ben aangekomen in Zwolle bij Horeca en natuurlijk Rachelle. Welkom bij Horeca. En vandaag staat er een hele leuke dag te wachten. En onder andere ga ik jullie laten zien hoe deze merchandise artikelen tot stand komen. En hoe wij alle, ja, hoe de orders eigenlijk het hele proces in zijn werking gaat. Want er gebeurt een heleboel vooraf dat ik het kan versturen naar mijn klanten. Jullie nu een backstage kijkje geven wat we nog nooit eerder hebben gedaan. Let's go! Hallo! Hoi! Ben je bezig? Jazeker! Mag ik misschien vragen wat jouw taak hier precies is? Natuurlijk! Ik werk bij de binnendienst, dus ik doe de inkomende orders verwerken. Ik heb direct contant contact met klanten als die vragen hebben over producten, over maten. Nou is er natuurlijk een order besteld vanuit All About Christy. Ja, dat klopt. Is die order al binnengekomen? Nee, toevallig wel. Een stapeltje meer orders. Oh, leuk. Dus die gaan we nu eens even pakken. Of tenminste, ik ga kijken hoe dat Horeca dat altijd doet. Dat is dan de order pakken in het magazijn. Dus daar gaan we nu naartoe. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Ooh, I live it. That's my choo-choo-choo-choo. Aangekomen in het magazijn. En dit is de plek waar mijn voorraad ligt. In deze schappen ligt mijn voorraad. Kijk, hier liggen bijvoorbeeld de vesten. Maar als je dan bijvoorbeeld hier verder doorloopt, ligt hier de voorraad met petjes. Dus hier zo, wordt eigenlijk alles opgeslagen en bewaard. En dan wordt het gepikt als ik een order bestel. Raad had over mij ook weer aan het werk gezet, want die wilde een veulenhalster. En laten ze nou bij Horeca genoeg van hebben. Dus een leer veulenhalster gaat mee voor naar opa. Inmiddels ben ik aangekomen op de afdeling ontwerpen. En hier worden dus alle ontwerpen letterlijk gemaakt. Ik stuur dan bijvoorbeeld mijn puntjes op wat ik graag zou willen zien in een shirt of in een halster set. En dan gaan ze hier zo weer mee aan de slag. En nu bijvoorbeeld bezig met handschoenen en de halster set. Goed bezig! Ontwerpen, dan worden de producten natuurlijk geproduceerd. Dat gebeurt in de fabriek. En dan ontvangen wij hier zo de eerste sample. Die wordt dan weer opgestuurd naar mij. Dit was bijvoorbeeld de sample van het shirt. En dan ontving je de print los. Dus want uiteindelijk is het shirt zo geworden, zoals jullie weten. En deze print heb ik los goedgekeurd samen met deze sample. En uiteindelijk is dit geproduceerd. En dit is dan te vinden in de webshop. Actie! Ja, actie. Alle producten dan binnen zijn, dan gaan we ze natuurlijk op de foto zetten. Er vindt bij mij thuis vaak of op een gave locatie een fotoshoot plaats dat ik het aan heb. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon standaard productfoto's met een witte achtergrond. En die worden hier gemaakt. Als je bijvoorbeeld een shirt hebt, dan gaat die om zo'n pop en dan wordt er een foto gemaakt. Maar als je een gaaf dekje hebt, wat heel misschien binnenkort gaat komen, dan zou het op zo'n paard worden gelegd. Dus zo heb je van allerlei modellen hier zo staan. Je hebt een paardenhoofd hier zo liggen. Allerlei modellen voor verschillende producten. En je hebt zelfs nog een tent en die staat hier zo. En dat is bijvoorbeeld als je een parfum hebt of iets dat... Ja, wat is het eigenlijk? Krijg je een mooi gelijk beeld van het product. Dus als een product weer kaast, dan moet hij hier zo in. En dan krijg je een betere foto. Ja,
En kleine producten, zoals je noemt. Ja, dan vertel eens waar we nu zijn. We zijn op dit moment in de showroom van Horka. Uiteraard, want we zijn bij Horka. boven is de showroom en daar staan alle producten. Staan, hangen of liggen alle producten van alles, 1 of 2 stuks. En natuurlijk ook de merchandise van Christy. Dam, 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 dam. Dit herkennen we allemaal. Woehoe! En dit is natuurlijk de plek waar dan vaak klanten van Horka komen. En dan kunnen ze hier eigenlijk, wordt alles gepresenteerd. Ja. Zo andere ook mijn merchandise. Zo, wij gaan lekker lunchen. Luxe. Nou, inmiddels heb ik vanochtend de paardjes getraind. Een kort filmpje, maar ik had in de wijk conditietraining gedaan. Navigator gereden, want die zijn we aan het opleiden. Nu zit ik weer in de auto met papa, want wij zijn onderweg naar de wielerronde in Etten-Leur. En daar zo hebben wij dankzij de ABAP VIP-kaarten gekregen. Super, super dankbaar. Ik heb heel veel zin in. Ik ben super benieuwd om de renners te ontmoeten en een mooi stukje sport te zien. Dus wij hebben er zin in. En even van de paardensport naar de wielrensport. Is weg, Roland Koning in achtervolging. Mooi, Partenza. Ik heb er nooit eruit rondgekeken, want het gevaar gaat. Voor de tweede plaats, dames en heren. Wout van Aert, hier. Kom mee. Zaken kregen, want we het drinken geven. Ze zitten goed mee. Hier wordt de geclasseerd peloton sprint af. En Van Dijk gaat door. Van Dijk. Wanneer is dat? In februari. Oh, inmiddels zit erin. Hoe vind je dit? Ik vond het echt superleuk. Dit is mijn tweede keer. Het is even wennen, maar het anders is water. Maar ik vind het wel heel erg leuk om te doen. Met al het publiek hier en dat jij er natuurlijk bent, vind ik superleuk. Ik had goed support. Ja, zeker. Het was ook heel leuk. Ik had 1 taak, dat was een bidon aangeven. Nou, dat heb ik dus niet gedaan. Het was net niet gelukt. Dat had je vriend hoor, dus het komt helemaal goed. Maar het is, de focus blijft natuurlijk wel echt in de straatsport. En dit deed je omdat je als een trainingsprikkel, omdat je dit ook wel heel leuk vindt. Nou, ik wou eigenlijk elk jaar al dat ik ik ga het even een keer goed doen. En toen kwam het er weer niet van, en zo blijf ik elk jaar een beetje doorsukkelen. Dus, maar nu was het echt van, we waren steeds bij kijken, vertering ook. En gewoon ook heel leuk om ook iets meer te rijden. Nou, we hebben zondag wel eentje in Zevenberg, dat was vorige week. Dus zo weet ik, vorige week voor de eerste keer begonnen en nu de tweede keer. Maar het is echt super leuk en super goed om te trainen voor mij. Voor schaatsen natuurlijk. Ja. Maar volgende week sta ik er lekker op het ijs. Dat ben ik hem. Het is heel warm. Het is echt zo warm vandaag. Nee, maar als ik binnenkort weer reden ben, dan denk ik schaatsen. Dus dan komen jullie misschien zeker. Inmiddels zit ik weer met opa in de auto. Hallo opa! Hallo! En wij zijn met de trailer op pad. En in de trailer staat een oude bekende, Milstreams Diesel. En dat is Diesel staat in de grote wei met alle jonge paarden te herstellen van zijn blessure. Dan hebben we hem even naar huis gehaald om hem te observeren, om te kijken of hij al goed is. Maar ja, het is best wel een ernstige blessure. En de kans is heel klein dat hij nog terug gaat komen in de sport. Ondanks dat het een ruin is, kunnen we er natuurlijk niet mee fokken. Maar Diesel heeft zoveel voor ons gedaan dat we hem lekker laten genieten in de wei. Waar hij dan gewoon nog lekker de king kan zijn en de jonge paarden kan opvoeden. Tuurlijk is het hartstikke heftig dat hij nooit meer in de sport zou komen. Maar ik heb het eigenlijk ook al wel echt een plekje gegeven. Want ik wil het ook niet als het zo'n groot risico is voor zijn gezondheid. Want dat zou altijd voorgaan. En als Diesel nou nog kan genieten op de wei, want dat vindt hij fantastisch op de wei, dan gun ik hem dat. En dan is het, ben ik de laatste die er dan op gaat kruipen als dat bij hem pijn doet. Dus. Ja, dan gaan we nog het najaar weer opnieuw bekijken, hè? Want hij betert wel.
Ja, hij verbetert inderdaad wel. Maar de artsen hebben natuurlijk wel gezegd dat het een kleine kans is. Maar we gaan hem uiteraard altijd weer observeren. Dus het is een beetje moeilijk. Maar van de andere kant ook heel mooi. Want we gaan hem nu weer terug naar zijn vriendjes brengen. En ik weet zeker dat hij daar heel gelukkig van gaat worden. En uiteraard mag ik super dankbaar zijn dat ik dankzij opa een hele stal vol heb. Maar Mulsring Diesel heeft mij wel echt... in mijn eerste EK bij de paarden heeft mij wel echt zoveel geleerd. Dus daar ben ik hem voor altijd super, super dankbaar voor. En hij mag nu zijn beste leven gaan hebben op de wei. En we komen heel vaak bij hem kijken of hij toch niet stiekem toch verbetert. Even een vraag aan de expert. Want opa, eigenlijk is Diesel altijd de baas van de wei. Een beetje de king. Maar nu is hij dan even weg geweest. Nu komt hij weer terug. Gaat de groep hem dan niet buiten sluiten of een beetje pesten? Ja, dat gaat natuurlijk goed. Want de jonge paarden hebben toch gewoon nog respect voor Diesel. Want hij is altijd de baas geweest. En als ze hem dan zien, dan zeggen ze echt... Hey, de baas is terug. Ja? En dan lopen ze een rondje. Ja? Is dat echt zo? Ja, dat is echt zo. Oh. Hey, zo, je vriendjes komen al. Moest even heel snel de halster afdoen, dus ik kon het niet filmen. En ja, opa moet dat allemaal maar niet doen, want dat is te gevaarlijk. Maar Lieseltje staat inmiddels weer bij de groep. Wow, en hij loopt gelijk vooraan. Zo, hij is echt de king. Kom, leek de leider. Ja? Hoppla, kijk. De rangorde bepalen. Hij is echt de leider, ja. Hij is echt de leider. Doei, bende van de lende. Nee. Toekomstige toppers. Red Bull. Doei jongens, veel plezier. Inmiddels ben ik weer aangekomen in de webshop. En ik ben nu de bestellingen aan het inpakken. Goeie hulp. En het is weer lekker druk in de webshop. Super veel besteld. Dus we gaan alle bestellingen inpakken. Super, super leuk om te zien dat jullie nog steeds zo fanatiek zijn. Veel leuks tegen jullie vertellen. Namelijk dat ik op Horse Event ben. En ik ben er 10 september. Zaterdag in het jeugdweekend. Ik ga daar een show geven. Een hele gave crossclinic. Dus daar moet je zeker komen kijken. Ik denk dat het super leerzaam, maar vooral gaaf gaat worden. En daarnaast ben ik aanwezig met mijn fanshop. We hebben hele leuke artikelen bij. Verder is er natuurlijk korting en nog iets leuks in de fanshop. Dus daar kom daar zeker kijken. Dan was het super druk op het land. Vandaar dat ik even binnen ben gaan staan. Maar dat waren alle vragen van Horse Event. Hopelijk zie ik je 10 september. In het jeugdweekend. En kom zeker langs in de fanshop. Het andere wat ik wil vertellen is dat we een nieuw gaaf artikel erin hebben. Zoals jullie weten hebben we een hoodie Nix Keep Calm gast erop. En daar is nu ook een shirt van. Er is super vaak gevraagd. Komt er ook een shirt? Nou, na lang ontwerpen en testen vond ik eindelijk het fijne sportshirt. En heb ik die erop staan. Ik kan lekker gaan shoppen. En yo, inmiddels ben ik weer thuis. Ik ga nu heel snel omkleden. Want ik ga voor de eerste keer crossen op Mailstream's Navigator. En je zou misschien denken, Navigator, wie is dat? Ik heb hem al één keer kort in de video laten zien. Navigator is een 4-jarige ruin. Het was eerst een hengst. En we hebben hem mee laten doen aan de hengstenkeuring. Tenminste, opa. Daar is hij op de 2e of 3e uitgegaan. De beelden waren super vet natuurlijk. Dat hij al zo mega hoog kon springen. Keiveel talent. Dus uiteindelijk vind ik het niet heel erg. Want ik heb nu een fantastisch paard op stal. Navigator ben ik aan het opleiden. Het is geen makkelijk paard. Heel sterk. Ik wilde heel graag hard lopen en een beetje op hol slaan. Maar ik begin langzaam de knopjes te vinden. En een paar maanden hard werken is die eindelijk helemaal onder controle. En gaat het super goed. En gaan we onze eerste cross training doen. En dat wil ik graag aan jullie laten zien. Het is een beetje ongelooflijk druk met alle wedstrijden. En om die video's te kunnen editen. Om alles bij te kunnen houden. Maar mochten jullie het echt super leuk vinden. Ik heb het hele traject van Navigator gefilmd. Mocht er heel veel vragen naar zijn, dan kan ik misschien een keer een hele complicatie maken van hoe ik nou eigenlijk Navigator bijvoorbeeld zo'n jong paard toe opleiden. Laat maar weten in de comments of jullie dat graag zouden willen. En voor nu, geniet ervan om voor de eerste keer Navigator in crossactie te zien.
Dat waren de eerste sprongetjes. Hoe het avontuur met Navigator en alle andere paarden af gaat lopen, dat zien jullie weer in een nieuwe video waar ik van start ga bij een hele gave wedstrijd. Hopelijk zie ik jullie dan weer. Bedankt voor het kijken, geef een blauw duimpje omhoog en tot de volgende keer. Doei doei!